Geld regeert de wereld. Wie regeert achter het geld? Iedereen streeft naar geld, gaat ervoor werken, wil het krijgen en bezitten. Een groot deel van ons leven draait om geld. Maar alleen een ingewijde kring weet hoe geld ontstaat. Wist u dat tegenover ieder geldschuld een overeenkomend geldtegoed van dezelfde hoeveelheid staat? Bijvoorbeeld, volgens Staatsadministratie 2011 heeft iedere inwoner in België circa 35.600 euro openbare schulden. Dat betekent, nationaal, provinciaal, gemeenten en sociale verzekeringen hebben opgeteld voor België 372 miljard euro aan schuld. Voor deze schulden moet u als burger, en daar komt het woord burger vandaan, borg staan. U bent dus indirect schuldenaar en dus verantwoordelijk voor de terugbetaling, vooral voor de betaling van de rente. Rente betaalt u via belastingen, heffingen, strafrentes, aanmaningen en boetes. Wist u dat voor ieder goed dat u koopt, u indirect belasting betaalt? Want de desbetreffende producent berekent zijn rentekosten door op de prijs, resulterend onder bedrijfskosten die hij bij de bank heeft. Het renteaandeel bijvoorbeeld van Duitsland bedraagt bij de afvalverwerking 12%, bij de stroomopwekking 38% en bij de sociale woningbouw bijna 80%. Wist u bijvoorbeeld dat Duitsland 25% van zijn belastinginkomsten moet gebruiken voor rentebetaling van de voorafgenomen kredieten? U merkt het wel. Krediet en de daaruit afgeleide rentebelasting treft uw leven veel meer dan u zich dat bewust was. Ook wanneer u persoonlijk helemaal geen krediet opgenomen hebt. Nu verdere belangrijke aspecten over geld. De gangbare mening zegt: laat uw geld voor u werken. De waarheid is, geld werkt niet. Werken kunnen alleen mensen en machines. Alle macht gaat uit van het volk. De waarheid is, in feite gaat alle macht van het geld uit. Geld wordt gewoon door de staat gedrukt en naar believen geproduceerd. De waarheid is, slechts 2% van het zich in omloop bevindende geld zijn door de staat gecreëerde munten en bankbiljetten. Hoe komen de resterende 98% van het geld tot stand? Het antwoord is, geld komt alleen, en dat zonder uitzondering, via leningen tot stand. Dat betekent, de banken laten via centrale, nationale banken geld ontstaan, doordat zij leningen aan landen, particulieren en bedrijven geven. En dit geld verdwijnt weer, wanneer de lening terugbetaald wordt. De praktijk leert echter dat leningen in zeer weinig gevallen terugbetaald worden. Denk aan de hypotheken in Zwitserland. De eerste hypotheek wordt in de regel niet terugbetaald. Denk aan staatsschulden. Ook deze worden niet terugbetaald, maar een nieuwe, grotere lening wordt opgenomen om de oude lening vaak zelfs nog met opgelopen rente terug te betalen. Wanneer een staat dus meer geld nodig heeft, men noemt dat ook nieuwe schuld maken, leent gij dat geld bij de bank tegen rente. De rente echter betaalt u, zoals vermeld in het begin. Ons financieel systeem veroorlooft de banken bijna onbegrensd leningen te geven. Men noemt dat een fractioneel kredietsysteem. De fractie voor de leninguitgave is uw inleg of uw verpande zekerheid bij de bank. Op grond van deze inleg of verpanding kan de bank bij de desbetreffende centrale of nationale bank dit tot het negenvoudige aan nieuwe kredieten creëren en tegen rente uitlenen. Men noemt dit kosteloos krediet creëren ook wel fiat money. Het wordt geld, en wel uit het niets. Dit bewerkt echter dat de geldhoeveelheid zich meer en meer van de werkelijke maatschappij afkoppelt en ooit de ineenstorting van het systeem veroorzaakt. Deze ineenstorting probeert men momenteel bijvoorbeeld in Griekenland met alle middelen tegen te houden. Honderden miljarden euro's werden gedurende de laatste maanden naar Griekenland gepompt om Griekenland te redden. Weet u waar al dit geld terechtgekomen is?
Het werd dezelfde dag nog teruggestort aan de schuldeisende banken, die Griekenland in goede tijden geld hadden geleend. De bevolking heeft van dit geld helemaal niets gezien. Het gaat hen veel slechter als voor de crisis. De werkloosheid is geëxplodeerd. Loon, salaris, pensioen werden tot 30% gereduceerd. Moeders verkopen hun kinderen, omdat ze dit niet meer kunnen onderhouden. Vaders plegen zelfmoord, omdat zij hun families niet meer kunnen onderhouden. Jonge mensen verlaten het land, omdat 50% van alle jeugd al werkloos is. Niemand geeft nog geld om te consumeren, alhoewel honderden miljarden naar Griekenland weggestroomd zijn. Dit toont ons één ding. Wanneer leningen via nieuwe leningen terugbetaald worden, is dat hetzelfde als wanneer ik een huis brand met benzine blus, omdat immers de terug te betalen kredietsom verder stijgt en de betaling van de rentebelasting voor de bevolking ondraaglijk wordt. De vraag is nu, wie profiteert er eigenlijk van deze immense rentebetalingen? Wist u dat een bekende Amerikaanse journalist, namelijk William Dean A. Garner, die ook voor de New York Times schrijft, na jarenlang onderzoek ontdekt heeft dat bijna alle centrale nationale banken door één enkele privéfamilie gecontroleerd worden? Wist u dat de grootste centrale bank van de wereld, de Federal Reserve Bank, een onafhankelijk, ongecontroleerd onderneming is die aan 8 privéfamilies toebehoort? Wist u dat bij deze families bijna al het geldvermogen van de hele wereld gedeponeerd is? Wist u dat een groot deel van alle rentebetalingen van de hele wereld bij deze families aankomen? Bij de rijkdom van deze mensen die presidenten aanstellen en afzetten, oorlogen op touw zetten, omverwerpingen financieren, maar daarbij steeds op de achtergrond blijven, lijkt de miljardair Bill Gates als een fooiontvanger. Wanneer dat zo in elkaar zit, wie heeft geprobeerd de dominantie van deze regerende families te doorbreken? De Amerikaanse president met de naam John F. Kennedy besloot in Executive Order nummer 11110 de Federal Reserve het recht te ontnemen, geld uit het niets te creëren. Hij wilde de kredietschepping terug in de handen van de staat brengen. Hij betaalde deze poging met zijn leven. Zijn opvolger, president Lyndon B. Johnson, hief na zijn ambtstermijn deze verordening onmiddellijk weer op. Er waren en er zijn ook nationale centrale banken die weigeren door deze families gecontroleerd te worden. Hierover een vertaald citaat uit de Amerikaanse vrije pers. Enkele onderzoekers brengen naar voren dat Iran een van de 3 resterende landen is waarvan de centrale bank niet onder de controle van de familie Rothschild is. Voor 11 september 2001 waren het aantoonbaar 7 onafhankelijke centrale banken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libië, Cuba, Noord-Korea en Iran. In het jaar 2003 werden Afghanistan en Irak door de Rothschild-familie opgeslokt en in het jaar 2011 was ook de onafhankelijkheid van Sudan en Libië geschiedenis. In Benghazi, Libië, werd een door Rothschild gecontroleerde centrale bank gevestigd, terwijl het land met oorlog overspoeld werd. Merkwaardig genoeg gelden de eerder genoemde staten, naar een uitspraak van de voormalige US-president George W. Bush, als de as van het kwaad. Misschien zijn vanuit dit oogpunt de oorlogen tegen Afghanistan, Irak en Sudan, de invasie naar Libië en ook de oorlogsvoorbereidingen tegen Iran iets beter te begrijpen. De geschiedenis herhaalt zich. Dezelfde figuren achter de schermen, de hiervoor genoemde families, die de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op touw hebben gezet, hebben nu al door oorlogsvoorbereidingen weer voorzorgsmaatregelen getroffen. Voorzorgsmaatregelen zodat hun geldheerschappij van de nationale banken tot de privébanken ook over uw leven verder en onontkoombaar gevestigd wordt. Als laatste bastion van de weerstand moet nu ook Syrië vallen, zodat de vrije hand tegen Iran, de bezitter van 's werelds op één na grootste aardolie- en aardgasreserves, gewaarborgd is. Indien mogelijk kan, in het beste geval door het volk in te lichten over deze met elkaar gerelateerde dingen, het begin van de Derde Wereldoorlog vermeden worden. Daarom
Laat ons wakker worden en onze omgeving over deze feiten informeren.